Rick. Koude douche. Ja, zeker een koude douche. Zeker. Eerste wedstrijd na de winterstop, vorige week afgelast. En ja, je hoopt op 3 punten, maar helaas. Nou, ik vond het bitter slecht. Het was heel slecht. Je bent op alle fronten ben je afgetroefd vandaag, denk ik. In balbezit, tegenpartij. Of als je niet de bal hebt en in de omschakeling ook. Buitenveld was vandaag de betere. Ja, je verliest hem 3-1. En je bent nog lang in de wedstrijd gebleven, vond ik. Maar je hebt niks gecreëerd vandaag. Je hebt 0 keer op goal geschoten. Het was niet goed. Nee, het was niet goed. Maar wat was nou de opdracht? Want ik vond het ook een beetje een rommelig zootje vandaag. Ja, we hebben niks anders gedaan dan normaal. Dus de opdracht was gewoon onze vaste afspraken. Wat we hebben aan de bal, zonder de bal en in de omschakeling. Maar het was allemaal een beetje gelaten. Ik merk dat voor de wedstrijd al in de warming-up nog wel aangegeven. We zijn op trainingskamp geweest. We hebben daar een trainingskamp gehouden alsof we al kampioen zijn. Dat was wel te zien en dat was vandaag ook wel te zien. Ik hoop dat dit een wake-up call is voor de selectiespelers. En dat we met de beide beentjes weer op de grond staan. Dat is wel nodig, want er is zoveel fout gegaan. Als je aan de kant zit, is het onvoorstelbaar vergeleken met de laatste wedstrijd die je gespeeld hebt. Ja, we hadden een hele goede reeks voor de winterstop. En dat is ook hier in de derde klasse weer heel dicht bij elkaar. Buitenvelden, tegenstander van vandaag, stond met 7 punten achter op de 9e plek. Dus het kruipt allemaal weer dicht bij elkaar. En het is spannend. En je moet wel blijven presteren, anders wordt het nog moeilijk. Maar je hebt een reeks nodig weer. En die reeks hadden we voor de winterstop. En dan is voor ons helaas dat de winterstop toen plaatsvond eigenlijk. We speelden echt goed voetbal, vond ik. Maar nu, wat ik zeg, beide beentjes op de grond, op naar volgende week. Een topwedstrijd weer. Maar de onderlinge stemming was ook niet oké, vond ik. Nee. Ik vond op een gegeven moment, als het dan niet meer loopt, gaan ze mekkeren op elkaar. Dat heb ik net in de kleedkamer ook gezegd. Iedereen doet stinkend zijn best. En het is niet dat iemand expres een foutje maakt. Maar we hebben de meters even niet. En conditioneel ook nog niet goed genoeg. Te weinig getraind nog. Dus we mogen weer aan de bak, Dirk. Ja, er is reparatiewerk nodig. Want ik heb echt met verbazing zitten kijken, hoor. Ja, als je het verschil ziet van begin december en nu eind januari, begin februari, dat is, is enorm, zeker. Ja, want uiteindelijk ook het vele terugspelen, hè. De breedte is niet erg, maar terug, alles ging terug in de eerste helft. Ja. En dan werd er ingepaarsd en dan was er tegenstander. Ja, nee, normaal spelen we hebben een dynamisch middenveld en hebben we voorin jongens die een bal vast kunnen houden en veel door elkaar heen bewegen, dus inspelen, doorbewegen. En het was te statisch vandaag zeker, dus we hadden op een gegeven moment geen afspeelmogelijkheden meer, helemaal niks. Maar dat zeg ik, het stond 1-1, hebben we nog een vrije trap van Boerak, dat is de enige kans echt die we hebben gehad, vond ik. Tweede helft, voor de rest hebben we niet geschoten. Ik dacht nog, als je met een beter geluk, als je dan 2-1 maakt en je trekt hem over de strepen punt of 3 punten, dan ben je echt kampioensploeg, zeggen ze wel eens. Ook echt een slechte wedstrijd dat je punten pakt. Maar buitenveld terecht gewonnen. Ik vond het scherp, ik vond het goed, jong ook. En volgende week tegen wie? Oh, sorry. Volgende week spelen we tegen Almere. Almere uit. Die winnen vandaag ook. Die gaan over ons heen. Dus je krijgt wat topwedstrijden achter elkaar. En dan weten we eigenlijk ook waar we staan. Ja. En hoe zit het nou met die eerste periode? Want die is nog niet af, hè? De eerste periode. Onze laatste wedstrijd spelen we 10 februari. In de periode dan. In haar wedstrijd tegen SDOB. Die ook bovenin meedoet. Maar ik denk dat de periode nou ligt meer volgens gaat. Die winnen vandaag 6-0. Dus die staan pole position eigenlijk. Dus ik denk niet dat we op de periode moeten rekenen. Oké, succes van de week met de herstelreparatie. En ik hoop dat volgende week wat beter is. Ja, straftraining, hè, zeggen ze dan. Nou, laat dat maar, want daar zijn we niet de club voor. Ja, dat weet ik. Oké, toch een goed weekend. Hoi.